Good morning en welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag en het is super koud buiten vandaag. Vandaar dat ik deze jas aan heb. En we gaan nu werken. We gaan even wat shooten en dan verder werken. En vanmiddag gaan we lekker lunchen bij de Corner Bakery, want Bibi is klaar met haar CITO. Dus om dat te vieren wilde ze graag daarheen. Ik ben op de kermis. We gaan dit kopen, yummy. Ik ben weer thuis met Sander. Sander kwam ook naar de kermis. En we gaan nu Bibi ophalen, want die is klaar met haar CITO's. En dan gaan we bij Corner Bakery lekker even lunchen. En Vief komt denk ik ook. Die heb ik ook echt vet lang niet gezien. Dus dat vind ik wel heel gezellig. Wij hebben Bibi, de biepster, opgehaald van school. Bibi, where are you? En we gaan nu eten. Ik mis Olivia echt verschrikkelijk vandaag. En die gaan we daarna ophalen. Echt? Zo goed. Nee, want als we, het is nu al 3:30. Eerder we gegeten hebben is het 5:00. Dat is echt laat. Ja. Dus dan halen we erop. En dan gaan we lekker chillen. De eerste milkshake has arrived. Dit is onze damage. Ik had ei. Bibi had pannenkoeken. Daar ga ik zo een hap van nemen. Mag dat? En Sander had Caesar salad. Oké, ik heb dus Olivia opgehaald op de crash. En Sander heeft haar vanochtend aangekleed. En die heeft haar deze broek aangedaan. Met koeien. Die vindt dat dan grappig. Ja. Dat is een onderbroek, hè? Ik heb jou zo gemist vandaag, lieverd. Echt, vandaag was de dag dat ik je het meest gemist heb van de hele week. Wat een mooie outfit heeft papa je aangedaan, hè? Als je die krijgt. Olly. 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 Goed zo, ga jij staan. En ga je dan lopen. Goed zo. Mo was gisteren helemaal in shock. Die zei, oh my god, ze loopt. Ze loopt echt. Ja. Goed zo. Dank je. Ik heb ook mijn pyjama aangedaan, want dat kan. Ik ging net een Instagram live doen. Als je nu trouwens nog niet volgt, mijn Instagram is @queenofflex gewoon. Maar ik vind het wel leuk altijd om Instagram lives te doen, dus ik ging dat net ook weer doen. Van, nee, ja, een week geleden dat ik het ook. Ik doe het meestal 1 keer per week of zo. En daar doe ik dan zeg maar Q&A dingetjes en zo. Maar zeg maar, als je veel volgers hebt op Instagram en zeg maar je live begint, dan gaat die altijd meteen naar top live, dat je zeg maar op de popular page in de live dingen komt te staan. En dan gaan er altijd hele vieze mannen kijken. Dus ik krijg dan altijd 100.000 vieze comments van mannen. Maar ik dacht vandaag, en ik ging met Olivia die live, want dan krijg je op die vieze mannen die je met een baby bent. Want kijk, als je zeg maar dan in je eentje bent en je bent blond, en dan heb je gewoon die vieze mannen. Whatever. Maar met een baby zelfs. En het was vandaag ook gewoon echt zoveel. Ik vond het echt een beetje bizar. Maar goed. Er kunnen erge dingen gebeuren, zoals Olivia die haar auto niet inkomt. Dat is echt erg. Waar zijn je sokken naartoe? Naar de sokken helemaal. Heb jij die gejat, Bibi? Wat? Heb jij papa's sokken gejat? Ja. We gaan naar ons favoriete programma kijken. Classic Houses. Classic Houses? Zo heet het toch? De Grand Designs heet het. Bijna hetzelfde. Classic Houses, Great Design. Grand Designs. Good morning, het is zaterdagochtend en we zijn even wakker. We gaan nu Olivia een bad doen. En ik ga eventjes een masker op mijn gezicht doen. En ik heb deze, die heb ik nog niet uitgeprobeerd, van May Beauty. Die heet The Incredible Face Mask. En het is een peel-off mud mask en hij moet 30 tot 45 minuten. En het haalt alle dode cellen van je huid. En even kijken. Ja, het is gewoon, het maakt gewoon super schoon. Dus dit ga ik opdoen. En hopelijk wordt mijn huid er mooier van. En toen zag ik er zo uit. Olivia vindt mij echt heel eng op het moment. Ja, en dit moet met een wachtje weer af. Het water of niet? Wacht. Oké, we zitten in de auto. Met z'n allen, gezellig.
Maar het is wel mooi geworden van het masker. Maakt gewoon alles echt super goed schoon. Dus dat is fijn. En we gaan nu naar de cadeauwinkel. Want we gaan een cadeautje kopen voor de nichtjes van Bibi en Olivia. Want daar is er eenjarig. Dus we gaan naar Twente. En dan gaan we lekker naar de McDonald's. We gaan echt nooit naar de McDonald's, maar het is nu vakantie. Dus om Bibi's vakantie te vieren gaan we naar de McDonald's. Ik vind McDonald's zo verschrikkelijk lekker. Dat ik weet dat niet iedereen een groot fan is. En wij gaan ook echt niet vaak daarheen. Maar ja, gewoon 2 keer in de week toch? 2 keer in de week. Ja, dus niet zo heel vaak. Vroeger gingen we wel elke dag. Maar... Vroeger gingen we elke dag. Just kidding. Oké, wij zijn weer terug in Amsterdam. En het is nu zondagavond. En we gaan uit eten bij Girasol. Dat is het restaurant van de vriendfamilie van Kay. Daar gaan we naartoe. Portugees eten. En Olivia, Olivia, Sander en iedereen gaat mee. Olivia is volgens mij alleen echt de boel aan het slopen. Want ik hoor echt rare geluiden. En ik heb een outfit aan die ik niet leuk vind. Tenminste, ik vind het wel leuk, maar niet bij elkaar. Ik heb deze broek aan van de Zara. Deze top van Forever 21. En dit vest van Kira bij Kim. Die wel echt heel fijn is. En mijn Miu Miu schoen die ik echt elke dag draag. En die neem ik even mijn Gucci tas mee. Is dat een heel groot stuk? Eten is er zo lekker. Hoi Kay. Hey. Kijk hoe mooi het hier is. Echt. Niet normaal zo mooi. Het heet Girasol. Het is echt zo mooi. Wij hebben net lekker gegeten bij Girasol. Het was echt heel lekker. Echt de aanrader, jongens. Ja, was echt super lekker. Bibi vond het ook super lekker. Die had lamskoteletjes op. Ja. Yeah. En Olivia vond het ook heel lekker. Die had echt te veel. Olivia had echt zoveel op. En nu gaan we even lekker lopen, stukje. Ja. En even boodschapjes doen voor de nieuwe week. En dan gaan we lekker naar huis. En dan gaat Olivia. Dus iedereen gaat gewoon naar bed. Ja, nou, Bibi en ik gaan even. Bibi en ik en Olivia gaan morgenochtend naar een ontbijt van Vogue. Voor mammies en kiddies. Dus we gaan even kijken wat we aandoen. Want we gaan wel morgenochtend vroeg weg. En nou, ik ga wel lekker vroeg erin. Maar dat zeg ik altijd. Doe ik nooit. Goedemorgen. Het is vandaag maandag. En ik ben hier met Olivia. Bibi. En hoe heet hij ook alweer? De man die af en toe thuis is. De man die af en toe thuis is. En we gaan nu naar moeder-dochter ontbijt. Toe. Heeft het echt zo? Maar ik ga mijn verpleegkundige slapen, dus ik ga mee. Hoe heet het? Mee? Mother love. Mother. 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 Maar ik weet niet wat dat betekent. Mother. Mother love. Ja, ik heb dit aan. Deze top van Zara, die had ik laatst laten zien. Mijn Levi's bedoel. En ik heb die nieuwe Chanel riem om van Belle. Deze. Dus we gaan even een trammetje pakken, denk ik. Want Olivia gaat in de kinderwagen mee. En Olivia heeft een Little Lemons pakje aan. Mag ik ook een hapje? Hey. Dat deel je toch altijd lief? Ah, ik dacht dat ik ook een hapje kreeg. Nee. Dat is die voor jou. Nee. Wij zijn aangekomen in het Amstel Hotel en het is zo... Super leuk hier, heb ik. Zo mooi. Het is echt heel leuk. Kijk, hier gaan we zo pannenkoeken bakken. En ze hebben overal aan gedacht. Zelfs een vee voor de poedersuiker. Waarom is dit niet elke dag? En Olivia heeft zichzelf in de spiegel ontdekt. En ik zou even... De tafel ziet er helemaal super mooi uit. En een kleintje. Nou, ga je wel mooi lachen voor de foto? Ja, en de poep moet er ook. Oké, het ontbijt was echt super leuk. En ik ben even snel naar huis gegaan om mijn spullen te halen. En nu ga ik naar mijn eerste afspraak. Ah nee, it's raining. Godverdamme. En ik ga met de fiets. Oké, hate my life. Oké, let's go. Ik zit al een uurtje op 3 gezellig met Esme te werken. Hoi Esme. Te werken bij de Hyatt Regency. Dat is net open. En het is wel lekker. Ik heb lekker gegeten wel. Alleen de wifi deed echt de eerste uur niet. Dus we hebben alles zonder wifi moeten doen de eerste uur. En nu zijn we klaar. Ik denk dat ik even een foto ga maken om zo op Instagram te posten. En dan komt Vivian vanavond gezellig eten. Die gaat weer een maand naar Bali en Sander gaat koken. Tenminste, dat hoop ik. Ik denk het wel. Sander kan zo lekker koken.
Ik ben dus wel even thuis en ik heb ook mijn pyjama aangetrokken. Ik krijg net wat foto's doorgestuurd van dat folk-ontbijt van vanochtend. Wat echt zo super leuk was, maar dat had ik al gezegd. Maar er zit één foto bij van Olivia, kijk. Die is toch zo lief. En deze. En deze van Bibi die aan het pannenkoeken bakken is. Deze. Iedereen kijkt naar de fotograaf aan de andere kant, behalve Olivia. En deze. Nou, Olivia wil alleen maar op de grond kruipen. Maar goed. Dus dat. Ik ga trouwens echt nooit shoppen. Want ik doe altijd, zoals jullie weten, online shoppen. Maar ik had echt serieus al mijn spijkerbroeken zitten gewoon niet goed. Zeg maar, elke spijkerbroek heb ik iets op aan te merken. En ik draag, zoals jullie waarschijnlijk weten, en als je me op Instagram volgt, ik draag gewoon elke dag een spijkerbroek. Gewoon omdat ik dat gewoon fijn vind. Dus ik ben vanmiddag even naar Episode gegaan. En daar heb ik 6 vintage Levi broeken gekocht. Echt veel, I know. Ik heb 3 lange en 3 shorts. En echt de perfecte maat zijn ze gewoon allemaal. Dus mochten jullie ook op zoek zijn naar vintage spijkerbroeken, zou ik even langs de Episode gaan op het Waterloopplein. En die maten kloppen allemaal niet. Je moet gewoon alle shorts even en de broek even gewoon passen daar in het pashokje. Dat heb ik ook gedaan. Ik heb voor mij echt 30 broeken meegenomen. En ik dacht, weet je, ze kosten allemaal rond 20, 30 euro. Dus ik heb er gewoon 6 gekocht. Ik denk, dan ben ik gewoon even klaar. Eigenlijk voor de rest van het jaar met spijkerbroeken. Gewoon niks bijzonders. Het zijn gewoon mooie high-waisted vintage Levi broeken. Dus dat heb ik even gedaan. En daar ben ik heel blij mee. Alleen ik heb altijd een beetje smetvlees. Dus ik ga nu echt even die hard wassen allemaal. En heel veel wasmiddel gebruiken. Slaat echt nergens op, I know. Maar goed, ik ga dat wel even doen. En dan ga ik mijn make-up afhalen. Dus ik zie je zo. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik ben gisteren vergeten de vlog af te sluiten. En het is nu ochtend. En Olivia is ook wakker. Maar die ik ga de vlog afsluiten en nieuw beginnen. Heel erg bedankt voor het kijken. Als je nog niet gesubscribed bent, doe dat dan hieronder. Dat zou ik heel leuk vinden. En dan zie ik jullie zondag.